Landelijk is 58,5% van de MULO-eindexamenkandidaten direct geslaagd. De uitslag is vandaag bekendgemaakt. 5780 leerlingen hebben meegedaan aan het examen en daarvan zijn 3384 direct geslaagd. Op zowel de Hendrik als de Sint Paulusschool waren er veel blij gezichten te zien. Op de Sint Paulusschool is 94% direct geslaagd. Enkele van de geslaagden vertellen hoe hard ze hebben gewerkt om dit resultaat te behalen. Hoe voelt dat, joh? Prachtig om weg te gaan van deze school. Prachtig. En hoe lang is dat geduurd? 4 jaar. Dat is makkelijk, om eerlijk te zeggen. Waarvoor ben je allemaal geslaagd? VWO en HAVO. Ik voel me fantastisch. Ik heb heel hard gewerkt ervoor en ik ben blij dat al mijn vrienden zijn geslaagd en of zo verder kunnen gaan. Was dit een doel van vrienden en zo samen? Jawel, zeker, zeker. Alles doen we samen, we leren samen, we doen gewoon alles samen. We zijn samen geslaagd, dus dat is een pluspunt. Ik voel me heel blij. En wat maakt je blij? Omdat ik geslaagd ben voor alle pakketten. Alle pakketten? Ja. En wat wordt de future school later? Ik wil graag naar Lyceum gaan. Ik ben blij dat ik ben geslaagd. Eerlijk, ik had het niet verwacht. Ik dacht dat ik misschien alleen HAVO had gehaald of dat ik her had gehaald. Dus ik ben tevreden dat ik ben geslaagd. VWO gehaald en HAVO gehaald. Ik kan me niet beter voelen. Ik was eerst nerveus, maar nu voel ik me gewoon normaal. En waarom was je nerveus? Omdat ik twijfelde, maar ik had geloof in mezelf. Dus het is goed gekomen. 1, 2, 3. We zijn geslaagd! De directeur van onderwijs, Natasha Benanon, geeft aan dat het afgelopen schooljaar erg uitdagend is geweest. Vanwege de situatie moesten wij heel inventief zijn en we mogen niet ontevreden zijn met het resultaat, zegt de onderwijsdirecteur. Het is een heel uitdagend jaar geweest. We zaten allemaal natuurlijk met de handen in het haar hoe het jaar af te ronden, hoe het schooljaar af te ronden. Uiteraard, maar het is ons op een of andere manier gelukt. Ik moet ook erbij zeggen dat we echt wel inventieve schoolleiders hebben gehad. Heel creatieve leerkrachten. Want zonder de leerkrachten, zonder de schoolleiders en natuurlijk zonder de ouders was het niet gelukt om, dit resultaat te krijgen. Ze hebben echt wel hard gewerkt, want het is niet eenvoudig geweest met deze situatie. Op mondkapjes op. De leerlingen in toom houden voor wat betreft de afstand. Het is een heel nieuwe situatie geweest. Maar desondanks zijn ze toch wel flexibel geweest om ondanks deze benodigde of de benarde situatie dit resultaat neer te zetten. En daar zijn we als ministerie heel blij om. En moeten we uiteraard de leerkrachten, de schoolleiders, kortom het heel team, toch? Ook de functionarissen van het ministerie van Onderwijs, zeg maar alle actoren, moeten we daarbij heel hartelijk bedanken dat we dit resultaat hebben kunnen neerzetten. Dat was onderwijsdirecteur Natasha Benanon. We spraken haar over de uitslag van het VOJ-examen. Landelijk is 58,5% van de examenkandidaten direct geslaagd.